Ik ben Bombay. Het is het heetste uur van de dag. En dan lig ik het liefst in de schaduw van ons afdak een beetje te slapen. Dit is mijn baas. Hij heet Serafien. Mijn baas is al oud, maar hij werkt nog wel. Coco is mijn beste vriend. Hij is een echte blaffer. Hij blaft veel en hij blaft ook echt goed. Op een dag voelde ik dat ik naar Coco's huis toe moest, omdat daar iets gebeurde. En jawel, op de weg bij Coco's huis stond een vrachtauto. Coco was heel zenuwachtig en wou me van alles vertellen, maar daar was het meisje. Anna, blijf met je vingers van die vieze hond af. Ga dadelijk je handen wassen. Schreeuwde opeens een vrouw van achter die auto. Ze raapte een steen op, maar ik was al weg. Er was iets wat ik niet begreep. Ik had dat meisje nog nooit gezien en toch, het kwam door haar luchtje. Want ze rook als het kussen in de stoel van de baas. Het was niet hetzelfde, maar toch. Coco was die avond nog zenuwachtiger dan daarvoor. Nu stonden er allerlei meubels naast het huis. Bedden, stoelen, kisten, een ijskast, een gasfornuis. Je zal het maar opeens op je erf krijgen. Wij plasten zoveel we konden overal flink tegenaan. Toen kwam het meisje de deur uit. Ze ging op het muurtje zitten in de geur van de avond na een warme dag. Je bent lief. Hoe heet je? Dat ik Bombay heet, vertelde ik. En van het kussen vertelde ik haar ook. Maar daar hoorde ik de vrouw van die steen aankomen en ik rende naar huis. Het meisje had al gauw veel vriendinnen. 'S middags kwamen ze bij haar spelen. Of ze praten met de jongens. Meisjes willen wel met jongens praten. Meestal doen ze alsof van niet, maar ze willen het heel graag. Coco blafte naar iedereen. En ik hielp hem door ook wat te blaffen. Meteen de eerste dag dat het meisje bij ons in het dorp kwam wonen, begon de vrouw die toen een steen had gegooid te vegen en te boenen. Maar het ergste was dat Coco elke keer als hij zijn huis in wou, met veel geschreeuw werd weggejaagd. En zijn baas deed daar niets tegen. Die schreeuwde ook. Ze waren daar de hele dag aan het schreeuwen, geloof ik. Op een keer, op het schoolplein, stond er een hele kring om het meisje heen. Ze zeggen in het dorp dat het niet eens waar is. Je vader is helemaal niet dood. Hij is gewoon weggelopen. Hij heeft jullie in de steek gelaten. Het meisje stak haar kin in de lucht. Nou, en? Toen draaide ze zich om en floot. Ze floot naar mij.
Op een dag gingen Coco en ik samen naar de wildernis. Daar beleven we altijd wat. Er komen bijna nooit mensen of andere honden. En toch is alles daar avontuur. Het was vroeg in de ochtend en vreemd stil. Geen takje kraakte. We vonden de resten van een vuurtje. Er lagen ook lege blikjes. Er waren mensen. Het waren er twee. Ze hadden zich verstopt. Ik dacht, bromfietsjongens, omdat ik bromfietslucht rook. Maar ik rook ook nog iets anders. Lucht van gevaar, rook ik. En toen gebeurde het. Ik voelde een vreselijke pijn in mijn kop. Ik kon niet zien, maar ik rende en ik rende. Coco was vlak achter me. We renden dwars door de struiken. Toen naar Coco's huis. En daar zat zij. Oh, Bombay, wat is er gebeurd? Ik breng je naar huis, hoor. Ik breng je naar je baasje. Wat is er met Bombay? Het deed pijn toen de baas mijn oog waste, maar ik jankte niet. Wat zou er gebeurd zijn? Misschien een stuk ijzerdraad. Of de punt van een tak. Of een jongen met een buks. We zullen het wel nooit weten. Op een hond schieten? Met een buks? Zouden ze dat echt doen? Wat er daarna gebeurde, herinner ik me maar vaag. Je wordt moe van zoiets als mij net was overkomen. We zijn 3 weken geleden bij mijn oom Manuel komen wonen. We wonen in dat huis waar al die cactussen zijn. Ik had er mijn ogen niet voor nodig om te weten wat er toen met de baas gebeurde. Zijn hart kromp samen. Toen hij weer iets zei, klonk zijn stem alsof hij door een tunnel riep. Hoe heet je? Anna. Ik had altijd al geweten dat mijn baas een verdriet had dat heel diep binnen in hem zat. Een oud verdriet was het. Iets van lang geleden. Hij had het goed verstopt. Maar nu... Mijn vrouw heette ook Anna. En op die foto, wie is dat meisje? Is dat uw dochter? Ja, zij heette ook Anna, net als haar moeder. Op deze foto is ze denk ik zo oud als jij nu. Ik ben bijna 12. Waar woont ze? Ze is gestorven, 11 jaar geleden. Plotseling begon de baas als een gek in het rond te rennen. Hij zet een kistje op tafel, vol uien en tomaten. Bonen heb ik ook. Weet je wat? Kom morgen kijken hoe het met Bombay gaat en dan heb ik ook bonen voor je. Ik weet niet of mijn moeder dat wel goed vindt. Ze wil nooit iets voor niks krijgen. Ja, het is geen krijgen. Je hebt het verdiend. Je hebt toch zeker Bombay hierheen gedragen? Ze hadden niet eens even naar me gekeken. En me ook niet gedag gezegd. Natuurlijk was ik jaloers. Omdat hij zo blij met haar was dat hij mij zomaar vergat. Het ging niet goed met me. Op een ochtend werd ik wakker met zo'n stekende pijn. Ik jankte als een klein hondje. Jonge, dat ziet er lelijk uit. Vanmiddag gaan we naar de dierenarts.
Kijk niet zo sip. Je gaat er heus niet dood van. Dat was het dus. Het einde. Ik wist wat dood was. Nog geen week geleden hadden Coco en ik een dode kat langs de weg zien liggen. Stinken dat hij deed. Dus zo zou ik er ook gauw uitzien. Misschien was dit wel mijn laatste vroege ochtend. Maar bijna nog erger dan de pijn was het medelijden, want hoe moest het nu met hem? Hij had alleen mij. Ik was zijn beste vriend. Maar ik ben niet dood gegaan, nog steeds niet. Mijn oog werd beter. Alleen zag de wereld er van toen af anders uit. Ik ben er nu helemaal aan gewend. Op een dag kwam Anna om te vragen hoe het met me ging. Het was warm. We zaten onder het afdak. De baas merkte dat Anna verdrietig was. De mensen kletsen veel. Vooral in een klein dorp zoals hier. Ze willen alles van je weten. En als ze niks van je weten, verzinnen ze wel wat. Laat ze maar kletsen, zeg ik altijd. Over jullie zeggen ze bijvoorbeeld dat je vader nog leeft. Kom, vertel het mij maar. Hij is weggegaan. Hij wou niet meer bij ons. Eén keer heeft Louisa gezegd dat hij dood is. Gewoon omdat ze niet wil dat de mensen het weten. Maar er is nog iets. Alleen ik weet niet wat. Ze hebben het nooit aan mij verteld. Waar is hij nu? Weet ik niet. Eén keer heeft hij een ansichtkaart gestuurd. Er stond alleen 1000 kusjes van papa op. Die kaart kwam uit Madrid. Op een morgen zei de baas dat we naar de molen gingen om mais te laten malen. We hadden nog niet ver gereden toen hij stopte. Kan ik jullie ergens heen brengen? Daar stonden Anna en haar moeder. Wij wachten op de bus. Wat ze eigenlijk zei was, bemoei je met je eigen zaken. Maar dat zei ze niet hardop. Wij gaan naar het strand. Dat komt goed uit. Wij gaan ook naar het strand, Bombay en ik. We gaan met de bus. Louisa, laten we geen ruzie maken, alsjeblieft. Vooruit, stap in. Je kunt ons daar afzetten, Serafine, maar meer ook niet. We stopten nog een keer onderweg. De baas kwam terug met een klein pakje. Het werd een lange reis en al die tijd zat Louisa met haar mond stijf dicht kwaad te zijn. En zenuwachtig. Dat kon ik ook heel goed ruiken. Al word ik stok en stok oud, al word ik ook nog blind aan mijn andere oog, nooit zal ik die dag vergeten. Het was er heel groot. En er was zand. En het brandde als ik er mijn poten in zette. Het rook naar vis, maar toch ook anders. Er waren kleine dingetjes,
Ze heten schelpen die zo roken van ver weg, zal ik maar zeggen. Van lang geleden. Anna trok haar kleren uit. Bombay, kom, we gaan zwemmen. Bombay! Maar ik wou toch liever bij de baas blijven. De baas had dat pakje opengemaakt en een zwembroek aangetrokken. Die had hij gekocht omdat hij, als hij naar de molen gaat, nooit een zwembroek meeneemt. Een poos later kwamen Louisa en Anna terug en ze dropen van het water. Ze gingen allebei op een handdoek liggen en lieten de zon op zich schijnen. Bij ons in het dorp zijn alleen wij het die ze liggen of zitten in de warmte van de zon. Maar het duurde niet lang of ze begonnen heel druk te praten, Louisa en de baas. We reden terug en alles was anders. De baas en Louisa zaten voorin. Als ze iets zeiden, was het over heel gewone dingen. Geen boze woorden meer, ook niet in hun hoofd. De volgende dag was nog steeds alles anders. In elk geval was de baas anders. Dat gebeurt me niet nog een keer, Bombay. Ik laat me niet weer afpakken wat van mij is. Ik dacht, wat je bedoelt weet ik niet, maar ik ben blij dat jij blij bent. We liepen naar Coco's huis in het dorp. De baas riep, Louisa! En toen moesten wij, ik en Anna en Coco, buiten blijven en de deur ging dicht. Die twee zaten daar binnen en wij wisten niet waarom. Wat er die middag gebeurde, daar schaam ik me nog altijd diep voor. De baas kocht een halsband en deed die om mijn hals. Bij ons in het dorp heeft geen één hond een halsband. Anna, ga jij Bombay eens leren hoe hij aan een riem moet lopen? De honden van het dorp kregen ons in de gaten. Ze blaften alsof ik een vreemde voor ze was. Ik, Bombay van Serafine. Toen Anna even achterom keek, zag ik kans me los te trekken. En toen de baas terugkwam, deed ik net of ik hem niet zag. De volgende ochtend stonden Louisa en Anna ons al heel vroeg op te wachten. Anna ging voorin zitten en daarna hebben we uren gereden. Maar hoe moeten we hem vinden? We zullen wel zien. Madrid, dat is 100.000 dorpen in elkaar gedrukt. Huizen bovenop huizen. Huizen aan elkaar geplakt. Meteen raakte de baas de kluts kwijt. Ik denk dat hij nooit eerder hier geweest was. Heel zenuwachtig reed hij door die straten met al die auto's. Soms ging er een toeteren om te zeggen dat hij op moest schieten en door moest rijden. Eindelijk waren we waar hij naartoe wou. We gingen naar een huis en dat was een hotel. Zo heet een huis waar heel veel mensen in wonen. Toen gingen we slapen.
Ik lag te luisteren naar het snurken van de baas en naar Anna. De volgende morgen gingen we vroeg de straat op. Ik weer aan de riem, daar raakte ik al helemaal aan gewend. Elke boom en elke lantaarnpaal rook naar hond. En waar lucht van hond was, plaste ik er overheen. Dan wisten die dat ik ook bestond. Intussen waren we een brede straat overgestoken. Daar reden auto's in een vliegende vaart voorbij. Maar toen wij de straat overliepen, stopten ze allemaal. Ik wil eens even nadenken. Je moet me nu wat meer van je vader vertellen. Hij verdiende geld met foto's maken. En die foto's, waar verkocht hij die? Nou, soms aan de krant en in de zomer aan de toeristen. Dan kunnen we dus twee dingen doen. Naar alle kranten gaan en vragen of ene Felipe Cano Prieto hen wel eens een foto brengt. En naar overal waar toeristen zijn. Kijken of hij daar misschien is. Dat wordt een heleboel lopen, kindje. We hebben die dag meer gelopen dan we thuis ooit gelopen hebben. We gingen naar pleinen. We gingen naar parken. We gingen grote huizen binnen. De baas praatte met mensen en dan zeiden ze nee of ga daar maar eens kijken. En wij maar weer lopen. We werden alle drie moe en we kregen alle drie honger. We moeten wat eten, Anna. De baas kwam met een kistje. Het rook naar auto en naar onze tuin. De volgende morgen gingen we naar een soort bos, maar in de stad heet dat park. Zo was het wel weer uit te houden in Madrid. Wat gaan we doen? Tegenover ons zat een man op een gitaar te spelen. Er liepen mensen langs en vaak gooide die dan iets in de hoed die hij op het pad had gelegd. De baas ging naar de man toe. De kleine meid zou misschien kunnen dansen, alleen niet met die kleren. Je zou het hondje kunnen leren met de pet rondgaan, maar dan moet hij eerst op zijn achterpootjes leren lopen. Daar was geen tijd voor, zei de baas. Hij had nu wat geld nodig. En toen gebeurde het. Mijn baas ging naast de man staan en hij keek naar de grond voor zijn voeten. Toen opeens zong hij. Hij zong alsof hij de radio was. Puesto en balanza.
Ik zat daar maar in het zand. Bombay! Ik rende om een grote vijver heen. Toen ging ik terug naar waar zij waren. Ze waren er niet meer. Er kwam een man op de bank zitten. Jij bent een mooi hondje. Een grappig mooi hondje. Waar is je baas? Ik weet niet wat het was. Het was zijn stem, geloof ik. En ook zijn geur. Hij was goed, die geur van hem. Toen hij opstond en wegliep, ging ik met hem mee. Ik bleef achter hem lopen of naast hem. Opeens kwam er een auto aanstormen. Net een wilde stier. Hé, wil jij je hond wel eens vasthouden? Ik had dat beest wel dood kunnen rijden. Hé, ik bedoel jou daar. Bedoel je mij? Ja, moet je kijken. Je houdt niet eens een riem vast. Ik luisterde niet meer. Van schreeuwen houd ik niet. Ik dacht dat ik dood moest zijn. Ook al had ik er niks van gemerkt. Want ik was in een soort rare hemel terechtgekomen. Ik zag engelen en paarden. Maar er was geen lucht van paard. Maar het was de hemel niet, want ik zag een monster. Hij at een mens op. Ik zag hem eten. Er werd geroepen: er is een hond in het museum. Ik was bang dat ze mij aan het monster wilden geven. Misschien lustte die ook wel hond. Maar ze joegen me weg. Ik ben gauw een zijstraat ingelopen. Mijn riem was ik kwijt. Dat maakte het lopen een stuk gemakkelijker. Zo, hondje, ben je daar weer? Heb je je baas nog altijd niet gevonden? Opeens zag ik die man van het park weer. Ik was zo blij. Ik ging met hem mee. Ik wou niet meer alleen zijn. Hallo, Philippe. Hoe gaat het? Ik wist niet dat je tegenwoordig een hond hebt. Die hond is niet van mij. Hij loopt met me mee. We kwamen in een kleine donkere kamer. Veel kon je er niet zien, maar al zag ik niet veel, ik rook wel wat. Een poes. Ze zat op de tafel en gluurde naar me met die groene, scheve ogen van haar. Toen ging ze heel aanstellerig haar pootje likken. Wat ze met al dat gedoe zei was gewoon dit: klein, vies hondje van een boer, voor jou ben ik niet bang. Want ik ben hier de baas, want dit is mijn huis. Felipe en de baard praten over dingen die onbegrijpelijk waren. Geen ene uitgever wil het uitgeven. Dat soort gepraat was het. Ik kan wel een stukje over je schrijven en probeer het in de krant te krijgen met een foto erbij. Intussen hield ik steeds met mijn ene oog die poes in de gaten. Ze was languit gaan liggen boven op de papieren op de tafel. Denk maar niet dat een poes bij ons in het dorp zoiets mag. Kom. Ik moest maar eens gaan.
Zeg, je kunt die hond niet zo los laten lopen. Vandaag of morgen komt hij onder een auto. Hier. Het is toch niet mijn hond? Soms begrijp ik jou helemaal niet meer, Felipe. Je hebt zo'n goed hart. Maar wat je lief hebt en wat jou lief heeft, laat je zomaar in de steek. Sorry, dat had ik misschien niet mogen zeggen. Hij zat naast een bank in het park. Misschien was hij daar zijn baas kwijtgeraakt. Best mogelijk dat hij hem daar nu aan het zoeken is. We liepen weer. Anna en de baas waren nergens. Maar toen rook ik onze auto. Ja, daar stond hij. Hij rook naar ons huis. En ook een beetje naar de weg en het dorp. En zelfs naar een plas van Coco. Zeg, hey, wat moet jij vaak piezen? Felipe liep gewoon door. Hij snapte het niet. Toen ik dacht dat ik doodging, die keer met mijn oog, toen was ik niet half zo verdrietig. Dat was minder droef dan toen ik bijna onze auto niet meer rook. En daarna helemaal niet meer. Pas toen we over zand liepen, ging ik me weer wat beter voelen. Hier hadden ze op de bank gezeten. Felipe maakte mijn touw los. En toen kreeg ik zoiets zaligs in mijn neus. De baas, Anna, Bombay. Zo snel als mijn korte pootjes konden, rende ik naar ze toe. Ik sprong tegen de baas op, zo blij was ik. Maar er gebeurde iets geks. De baas keek niet naar me. Hij zei me niet gedag, ook niet. Waar heb je gezeten, ouwe jongen? Niks. Hij stond te kijken naar die bank waar ik het nu al zo vaak over heb gehad. Anna, kindje, kijk eens wie daar zit. Felipe zat daar op de bank. Hij keek naar ons en kwam langzaam overeind. En toen vlogen die twee, Anna en Felipe, op elkaar af. En meteen had Anna haar armen om zijn nek en haar voeten van de grond. Toen kwam Felipe naar ons toe, naar mij en de baas. En die twee sloegen ook hun armen om elkaar heen. Maar ze tilden elkaar niet op, omdat ze even groot waren. Papa, nou hebben we je toch gevonden. Is dat hondje dan van jullie? Van Serafine. Felipe vertelde dat ik al 2 keer met hem was meegelopen. Eindelijk keek de baas me aan. Beste brave hond. Bombay van me. De beste hond van de wereld. Dat zei hij. Papa, ik begrijp het niet. Kende jij Serafine dan al? Hoe kan dat nou? Even werd ik bang. Want heel even rook ik weer dat verdriet van de baas. Anna, kindje van me, straks zal ik het je allemaal vertellen. Het wordt tijd dat ik dat eens doe. We waren blijven staan voor zo'n huis waar de mensen eten voor elkaar koken. Wat ze een restaurant noemen. Bombay mag hier niet naar binnen. Ik weet wat, hier vlakbij woont een vriend van mij. Daar brengen we Bombay naartoe. Daar was de baard weer. Ik moest naar binnen. Zij bleven buiten en de deur ging dicht. In de kamer zag ik de poes niet, maar ze was er wel.
De baard maakte een blikje open. Tonijn. Maar hij gaf het mij niet. Hij deed er wat van op een schoteltje en zette het onder de tafel. En daar was zij. Toen pas zette hij het half lege blikje voor mij neer. En vloep, slokte ik het leeg. Ik gromde en van opzij keek ik naar haar. Zonder haast en zonder honger likte ze met een klein roze tongetje brokjes tonijn op. En slokte ze in dat gekke smalle bekje van haar naar binnen. Ik gromde weer en nu wat harder. Luister eens, hond. Gedraag je. Je bent hier als gast. Pas op jij, dat je Mercedes niet lastig valt. Dan kon je wel eens een haal over je neus krijgen. Ik weet niet of ik dit ooit een keer aan Coco vertellen zal. Coco heeft nog meer een hekel aan katten dan ik. Ze heette Mercedes en ze lachte. Maar ze lachte me niet uit. Ze lachte omdat ze het grappig vond dat wij daar waren allebei. En daarom, nou ja, ik begon haar alles te vertellen. Want ze was een poes die veel begreep. Mercedes, ze troostte me. Omdat ze naar me luisterde. Naar een hond die aan één oog blind is. Die, ik zeg het eerlijk, niet groot en sterk genoeg is om wie dan ook bang te maken. Soms vertelde zij ook wat. Van haar baas bijvoorbeeld. Hij is een dichter, haar baas. Ze vertelde ook van Felipe. Felipe heeft een dochtertje en daar verlangt hij zo naar dat zijn hart ervan bloedt. Want zo voelt zulk verdriet. En ook omdat zijn vrouw dood is, de moeder van zijn kind. Maar Anna heeft wel een moeder, die heet Louisa. Louisa is haar echte moeder niet. Louisa kwam later, toen de moeder van Anna dood was. Louisa zorgt voor Anna. Weet je wat zo raar is? Mijn baas kende Felipe. Toen zij elkaar zagen in het park, ze kenden elkaar al. Natuurlijk kenden ze elkaar. Over hem praat Felipe ook vaak. Hij is Anna's opa. Hè? Huh? Dat werd mij te ingewikkeld. Ik wou veel liever nog wat meer over ons dorp vertellen. Of over de wildernis. Maar toen kwamen ze me halen. Nu zijn we dus weer thuis. De baas is meteen als een gek aan het werk gegaan. Hij heeft onze stal verbouwd en nu wonen Anna en Louisa hier bij ons. Maar moet je nou eens kijken wie daar bij het hek staat? Felipe. Hij kijkt naar ons huis. Ik ga Anna roepen. Felipe, waar blijft ze nou? Gelukkig, daar is ze. Ik loop vlug naar de baas om het hem te vertellen. Ik heb hem al gezien, Bombay.